Vijf donkergekleurde verdachten met wapens en werktuigen bleken achteraf Chinezen te zijn. Dit meldt de politie vandaag op haar website. Tijdens surveillance zagen politiemannen vanmorgen een voertuig op een parkeerterrein aan de Johannes Mungerastraat staan. De wetsdienaren vonden het verdacht en gingen op onderzoek uit. In het voertuig zaten vijf mannen met donkergekleurde gezichten. Toen ze werden aangesproken, bleek dat het om Chinezen ging die hun huid donker hadden gekleurd. In de auto werden ook vuistvuurwapens, werktuigen die gebruikt worden om inbraken te plegen, een jachtgeweer en pruiken aangetroffen. De vijf mannen zijn aangehouden en overgebracht naar het politiebureau.